Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Gnu erbij gepakt de Anti-Gravity. En zoals Gnu zegt, dit board is astronomisch goed. En daarom noemen ze het de Anti-Gravity. Ik zelf vind hem ook gewoon hartstikke goed. Alleen de naam is een beetje ver gezocht. Nee, het is gewoon hartstikke goed board voor iemand die graag eigenlijk alles ermee wil doen. Toch wel best veel grip in zijn board wil. En ook absoluut niet vies is van een beetje buiten de piste gaan experimenteren als het ware. Daar is gewoon de Anti-Gravity hartstikke goed voor. Zoals je al vrij snel zult zien, een camber C3 zoals we dat noemen bij Gnu. En wat dat inhoudt is gewoon een camber, betekent heel veel pop, betekent heel veel grip. Maar ze hebben hem in het midden een heel klein beetje naar onder laten lopen als het ware. Waardoor, wat normaal gesproken het punt is dat als laatste grip erbij pakt. Nu eigenlijk al veel eerder, doordat hij hier een beetje naar onder is geleid, gaat hij al veel sneller grip erbij pakken. En het draagt een klein beetje bij aan hoeveel float het board krijgt. Als je erop gaat leunen zie je eigenlijk dat de nose al een beetje omhoog wil komen uit zichzelf. Dus zoals ik al zei, veel float. Meteen een leuke transitie in zijn setback. Zoals je zult zien, word je wat verder naar achter op het board geplaatst. Creëert een grotere neus, kleinere til en dat draagt bij aan de float. Float houdt eigenlijk in hoe makkelijk die neus boven de sneeuw blijft als je off-piste gaat. Hoe meer oppervlak, hoe makkelijker het boven blijft. Hoe minder oppervlak, hoe makkelijker het wegzakt. Dus je krijgt eigenlijk dit verhaal automatisch erbij. Ze hebben hem ook getaperd en dat houdt in dat hij in de neus breder is dan in de til. Het doet een beetje hetzelfde, het maakt oppervlak neus groter, oppervlak til kleiner. Maar het houdt het board ook ietsje stabieler als jij wat harder gaat boarden. Dus ook op de piste, als jij daar een keer wat harder wil gaan, en dat kan absoluut met dit board, daar helpt dat gewoon heel erg veel bij. Dan zit er nog Magna Traction aan. En dan zien we eigenlijk een soort bobbeling in de staalkant lopen. Wat dat doet is, het geeft het board meer grip. Het zorgt ervoor dat hij zich wat meer gaat gedragen als een broodmes ten opzichte van een koksmes. En zeker bij ijzige plekken snijdt hij er gewoon beter in. Je merkt het niet zozeer, maar je blijft gewoon beter staan bij gladde plekken. En dat is natuurlijk altijd hartstikke mooi. UHMW Sidewall protectie als het ware. Een wat zachter materiaal, zodat als er een impact op komt, kan hij wat makkelijker indeuken en weer terugkomen naar zijn oude vorm. Een TNT base. Of sorry, extruded base. Moest heel even nadenken. Makkelijk te onderhouden, snel te repareren. Niet de snelste, niet de allersterkste, maar wel lekker goedkoop te produceren en makkelijk te onderhouden. Je hoeft hem niet heel vaak te waxen. Dan nog een Gnu en Liptek unieke, als ik dan heel eerlijk erover moet zijn. Feature aan het board. Hier zie je dat de staalkant stopt en daar pakt hij weer op. Deze hele voorkant is een en al kunststof, er zit geen kern in, geen hout. Dus mocht je hem ergens tegenaan rammen, ja, het kan een lelijke plek worden, maar nee, er komt geen vocht bij je kern. En dat is natuurlijk wat er uiteindelijk voor zorgt dat het board kapot zou zijn. Dus een soort bumperrand als het ware, voor en achter natuurlijk. Wat het ook doet is, het zorgt ervoor, het is lichter dan het hout. Dus het zorgt ervoor dat hij minder tip en tail weight heeft, minder swing weight. Maakt hem ietsjes wendbaarder. Nou, mocht je nou meer willen weten over bijvoorbeeld dit board, kom vooral even langs bij ons in de winkel, dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Gnu Anti-Gravity.